Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de jeugd bij de politiek kunnen betrekken. In de gemeente Bergendal zijn ze over de grens in het Duitse Hilden gaan kijken hoe daar het Jugend- und Kinderparlament functioneert. Vandaag kwam er een afvaardiging van dit parlement een tegenbezoek brengen in Bergendal. Participatie van de jeugd bij de politiek is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ik ben raadslid hier in deze gemeente. In onze raad van 25 raadsleden, er zijn er maar 5 die onder de 40 jaar oud zijn. Wij weten ook niet meer goed wat er leeft bij hen. Het is een andere generatie. En wij vinden het belangrijk dat wij hen betrekken bij alles wat hier speelt in de gemeente. Zij zijn heel ver gevorderd in de participatie. Ze hebben zelfs commissieleden in de echte raad zitten, vertegenwoordigers. Zij mogen echte moties indienen. Als die worden aangenomen, worden ze ook uitgevoerd. Wir Jugendlichen sind ja die Zukunft, auch für die Städte und natürlich auch für das ganze Größere, also für die Länder. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass besonders wir Jugendlichen uns auch mit dafür interessieren, möglichst früh reinkommen, dass wir dann auch später gut in die Politik einsteigen können und auch möglichst früh Entscheidungen für uns treffen können. Ich meine, die Entscheidungen, die getroffen werden von Erwachsenen, sind ja auch sehr oft Entscheidungen für uns Kinder. Und deswegen ist es wichtig für uns Jugendlichen, dass wir dann mit... Genau. Die Werkgroep Jeugd en Politiek ist in Hilden terechtgekommen, omdat zij al ver waren in de ontwikkeling van jeugdparticipatie. En wat voor vragen je dan al krijgt van 6-jarigen gedeeltelijk. Net als van een echt raadslid. Heel betrokken, bevlogen bij de eigen leefomgeving. Mensen die te hard rijden in de eigen wijk. Een speeltuintje wat niet meer goed is. Zij maken echt hun eigen omgeving. Dat is heel mooi. Ja. De bezoekers uit Hilden krijgen in de gemeente Bergendal ook een voorbeeld van jeugdparticipatie te zien. Ze zijn op bezoek bij het skatepark. We hadden eerst een halfpipe in Beek, maar die werd weggehaald. En er werd een plaats voor kinderen weer ingedeeld. Maar wij voelden ons een beetje gepasseerd als jongeren. Dus toen stuurden we een mail naar de gemeente. En we dachten, ja, gaan we hier echt iets uithalen? Maar eigenlijk gewoon de dag daarna hadden ze meteen een mail teruggestuurd. En toen zijn we gewoon gaan overleggen. Ik denk elke maand of zo hadden we een meeting. En uiteindelijk, 2 jaar later, is hier het skateparkje. Ja. Veel jongeren gaan dan toch sneller naar Nijmegen. Ook omdat meer jongeren in Nijmegen wonen. Maar we zien ook vooral de jeugd van Beek heel veel beginnen met skaten en vooral steppen. Maar dat is eigenlijk ook heel leuk om te zien. Want wij zijn hier over 2 jaar wel een beetje weg. En dan is het wel fijn om te zien dat jongere kinderen ook hier blij mee zijn.